kind is aan het zoeken waar moet naartoe. Van het westen naar het oosten, ach wat een gedoe. Alle punten is nog aan toe zeg. Iemand heeft met deze boord lopen kneuten. Drie grote geit. Nou ja zeg. Met Marcel Oosten van Radio Oost. We kregen hier op de redactie de tip binnen dat er een ASA is uitgevoerd in Giethoorn. Een anti-Sinterklaas actie. En ik wilde even checken of dat klopt. Wij hebben inderdaad wat water in onze boot gehad. Maar vooralsnog is er geen enkele reden tot paniek. Maar wat wij wel gaan doen, dat is Giethoorn weer verlaten. Dan bent u weer helemaal op de hoogte. De Sint zoekt residentie, de Sint zoekt onderdak. Hallo jongens en meisjes en hallo grote mensen. Daar zijn we weer. Gezellig hè? Nou, zoals jullie weten verbleef Sinterklaas de afgelopen dagen in Giethoorn. Maar nu is hij weer onderweg, dwars door onze provincie. Met de taxi richting het Twentse plaatsje Vassen. Zeg, taxichauffeur, waar rijden we nu precies? Ja, ik ben ongeveer bij Slagaan. Ach, kijk eens aan, zeg. En hoeveel kilometer is het nog precies tot aan de bebouwde kom van Vassen, taxichauffeur? 30 plus 15, ja, kilometer om 45. Juist, ja. En hoeveel geld rekent u precies per kilometer, taxichauffeur? Wacht even, heb ik te tellen wel, hè? Ja, ik denk dat je ongeveer 2 euro pakt. 2 euro per kilometer. Soms wat meer, soms wat minder. 2 euro per 1000 meter? Zo, zo. Dus resumerend. Wat gaat ons deze reis in totaal kosten, taxichauffeur? Ik denk ja, 160, 180. Ja, een beetje voor de bie. 200? Juist, ja. En Sinterklaas, hoort u dat? Deze reis gaat ons 200 euro munten kosten. 200 euro tot aan Vassen? Alle pepernoten nog aan toe zag. Wat een geld. Ja, dat zijn exorbitante bedragen, hè, Sinterklaas. Voor 200 euro munten koop je met gemak een hele mooie rode racefiets. Of 5 volledig gemeubileerde poppenhuizen. 100 kaatsenballen in een net. Heel veel letters van banket. Ja, ja, de boodschap is duidelijk, zeg Piet. Een taxichauffeur? Ja, waar hij? Stopt u maar in Hardenberg. Dan kijken we daar wel weer verder. Hè? Heel verstandig, Sinterklaas, want meer dan 200 euro spenderen aan een autoritje naar Vassen, dat is wel heel veel geld. Dat kun je beter aan een paar leuke cadeaus besteden. Ja, dag hoor, mevrouw de taxichauffeur met uw mooie, dure taximobiel. Zo, Sinterklaas, die is weg. En wat nu? Tja, nu staan we midden in Hardenberg, hè, Hoofdpiet? Ja, dat weet ik, Sinterklaas, maar... Wat bent u nu verder van plan? Nou, het lijkt mij in de eerste plaats een heel fijn plan om nu maar eens eerst een hapje te gaan eten. Wat jij? Top idee, Sinterklaas. Een uitsmijter met ham en kaas en spek gaat er altijd wel in. Dat kan de Hoofdpiet nou wel zeggen. Maar door alle coronamaatregelen is er natuurlijk helemaal niets meer geopend. Alle cafés en restaurants zijn gesloten. Dus uitgebreid lunchen... Dat zit er niet in. Nou ja, dan gaan we toch gewoon wat spulletjes halen in een plaatselijke voedselwinkel of zo. Zo gezegd, zo gedaan. Sinterklaas stuurt pakjes Piet en wegwijs Piet op pad voor een paar boodschappen. Eenvoudige klus, zou je zeggen, toch? Rechts afslaan. Nou, daar lopen we dan wegwijs Piet door het centrum van Hardenberg. Rechts waar zit hier door. Volgens jou een goede supermarkt? Na 30 meter bij de volgende kruising... Links afslaan. Prima wegwijs, Piet. We slaan hier zo links af. En dan? Richting Brugteweg. En dan, want er is hier nog geen supermarkt te bekennen. Dan 50 meter rechtdoor. Richting Willy Brandt van Oldenburgstraat. Nou, we zijn nu in de Willy Huppeldepupstraat en nu... Deze straat loopt dood. Ja, kom deze op zeg. Weet jij wat jij kunt wegwijs, Piet? Je kunt de boom in. Hier, daar heb je wel een winkel waar ze eten en drinken verkopen. Daar gaan we naartoe. Punt uit. Alsjeblieft. Een hele goede keuze, pakjes, Piet. Want dat is de Sallandse landwinkel van Eddy Hulzebos. En die verkoopt allemaal streekproducten. Lekkere hapjes en drankjes die stuk voor stuk in de buurt van Hardenberg gemaakt worden. Goedemiddag, winkel meneer. Kunnen we hier wat te eten en te drinken kopen?
Zeker weten. We hebben hier echt van alles. Het beste van het beste en allemaal van Overijsselse bodem. Zal ik een mooi pakketje voor u samenstellen? Ja, doet u dat maar. Nou oké, dan gaan we er meteen in mij. Hol je ook van Kees, hè? Oh, absoluut. Daar zijn wij Pieten gek op. Nou, ik doe er een mooi stukje brandnetelkezen bij uw Dalmzolte. En een fijn stukje worst van de biologische varken uit Dalsen. Speldbrood uit Om. Roomboter uit Raalte. Trouwens, hol je ook van bier? Ik niet, maar Sinterklaas is gek op een bokbiertje. Nou, dan doe ik er een fijn bokbiertje bij uit Den Ham. En een flesje rode wien uit Lemelenveld. En een zakje jabbels uit Weijen. En een doosje Sallandse eien. Heel lekker allemaal, maar ken ik u niet ergens van? U heeft zo'n bekend hoofd. Ik heb vroeger een schaas, misschien Dorfa. Zo, hebt u de Elfstedentocht wel eens gewonnen dan? Ik heb helemaal geen tijd voor deze Pietprada. Vondeklade. U bent toch niet boos? Vondeklade graag. Nou, dat klinkt allemaal heel smakelijk. Dus even later zitten Sinterklaas en de Pieten heerlijk te smullen van alle Overijsselse lekkernijen. Op een bankje aan de oevers van de Vecht. En nou wil ik de pret niet bederven, maar de lucht ziet er behoorlijk donker uit. Het zou zomaar eens kunnen gaan regenen. Wat zei ik? Daar begint het al. Sinterklaas, het gaat regenen! We worden kletsnat! En al het eten ook! Alles nat! Paniek! Rust toch maar, Pietje Paniek. Neem nou maar van mij aan dat er voor ieder probleem ook weer een oplossing is. Kijk, daar komt al een meneer aan gehold. Sinterklaas, komt u maar deze kant op hoor. Ik heb wel ruimte waar jullie kunnen schuilen. Nou, wat zei ik je? Inderdaad, Sinterklaas. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. En die redding is in dit geval Jan Maarten Veurink. Hij is directeur van Theater De Voorvechter in Hardenberg. En hij zag Sint en de Pieten zitten. En wat dacht u toen, meneer Veurink? Ja, toen dacht ik, er is nu toch even niks te doen in het theater. Laat ze maar bij mij komen schuilen. Er is plek genoeg. Dat is bijzonder aardig van u, meneer Veurink. U kreeg van mij wat extra's in de schoen. En, als ik het mag zeggen, wat een prachtig theater hebt u zeg. Ja, daar ben ik ook bijzonder trots op, Sinterklaas. Het is alleen jammer dat er momenteel niet wordt opgetreden. Maar als u een liedje wilt zingen op het podium, bent u natuurlijk van harte welkom. Tja, dat klinkt heel aanlokkelijk, maar mijn stembanden zijn een beetje slapjes, hè? Dus Hoofdpiet, zing jij anders even een deuntje? Dat is wel zo gezellig, hè? Nou, Sinterklaas, ik weet niet of dat wel zo'n goed idee is. Ach, natuurlijk, Hoofdpiet. Iedereen kan zingen. Nou, kom op. Nou, we zijn heel benieuwd, lieve luistervriendjes en vriendinnetjes. Kan ze zingen, die Hoofdpiet? Of niet? En zo ja, wat gaat ze dan zingen? We gaan het morgen allemaal horen, want deze aflevering zit er alweer op. Jammer hè. Ik wens jullie een hele fijne dag en avond. En graag tot morgen. Dag hoor. De